toen ik de vraag kreeg van de VBW om multicultureel bloemwerk in het programma te hebben, toen moest ik in het begin wel even nadenken. Maar gaandeweg het traject had ik steeds meer het gevoel van, willen wij bloemisten aan onze medelanders opdrachten uitvoeren, dan moeten we wel begrijpen waarom zij op bepaalde momenten bloemen nodig hebben op bepaalde feesten. Heeft men een besnijdenisfeest? Heeft men een vruchtbaarheidsfeest? Heeft men een Belgische moederdag, die anders is dan de Nederlandse? Of in ieder geval zijn er dat twee. En ga zo maar door. Bijzonders, dat suikerfeest, als we dat hebben, wat daar eigenlijk achter zit. Suikerfeest is een moment waar alle mensen die op elkaar boos zijn of alle ellende uit de wereld kun je. Dus dat is een moment die je kunt eigenlijk achter jou kunt laten. Geïnspireerd op wat mensen daar dagelijks doen door middel van ceremonieën en offermandjes. En dit is eigenlijk wat je in het dagelijks leven op straat ziet in Bali, in dorpen, steden. Is het ook nog gebaseerd op een bepaalde religie? Hindoeïsme. Hindoeïsme. Dus ook eigenlijk hetzelfde als de slingers die we hier gemaakt hebben van anjers. Die de hindoes maken van tagetes, van jasmijn en noem het maar op. En zeg maar per meter op de markt te koop is. Shows the eternity and also the peace. Mm-hmm. So by combining the globe with the art, flower art. Okay. One moment. Hier met het blad geeft ze aan de sterkte van de plant die recht omhoog groeit tegen alle wind in. En hier geeft ze aan de gevoeligheid en de fragiliteit van de materialen en de buigbaarheid van de aarde. En hier ziet u met de kracht van twee of van drie enkele bloemen. En een heel verfijnd lijnenspel tussen de bamboe en het Aspidistra-blad. En de vaas mag ze wel hier laten wat mij betreft, want die is helemaal prachtig. Helemaal van brons, schitterend. Zoals eigenlijk in Antwerpen de plantaardige verbeelding altijd zijn boeketten maakt. Ja, dat wordt ook wel meer echt in de steden gemaakt, zoiets. Meer de kleinere dropjes, dat blijft toch meer minder die veldbloemen. Dat zijn dan meer gerberas en warrozen, astromelia. Dus maar meer in de steden, dan zie je meer dit.
Een week geleden was Liedewij Edelkoort hier in de zaal. En er was een hele boeiende middag waarbij ze aangaf dat folklore en volkskunst de komende jaren een hoofdrol gaat spelen in onze uitstraling van interieurs, mode en dergelijke. Hier zie ik ook een stukje folklore en een stukje volkskunst eigenlijk. Maar dan heel mooi uitgevoerd met die bol van rozen, maakt het heel speels. En als dit het gebaar is van Turkse mannen voor liefde, dan belooft dat best wat.